Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Reizen. Welkom vanuit Raalte voor de laatste poolwedstrijd van het eerste elftal in de districtsbeker. Tegenstander Roda Raalte won de eerste twee poolwedstrijden en heeft 6 punten. Excelsior 31 en Vroom Zoopse Boys volgen met 3 punten. Concordia Wil verloor beide wedstrijden. De nummers 1 en 2 gaan door naar de volgende ronde, dus Excelsior 31 moet vandaag een goed resultaat boeken. Trainer Roland ten Berge staat vandaag met de volgende 11 spelers. Abdul, Ion Kok. De verdedigers zijn René Sikkelbein, Rico Wolven, John Lubbers en Adi Draganovic. Op het middenveld staan Michel Gerritsen-Mielkes, Koen Vloedgraven en Joran Pot. En de aanvallers zijn Hakim Ezefzavi, Nick Davina en Patrick Gerritsen. Roda Raalte tegen Excelsior 31. Hier is de samenvatting. Come on.
Excelsior 31 speelt gelijk met 1-1 tegen Roda Raalte. Na de wedstrijd spraken wij met Koen Vloedgraven en met de trainer Roland ten Berge. Ik vond dat we de eerste helft hartstikke goed gevoetbald hebben, hoor. Ik was daar zeer tevreden over. Rustig. Veel kansen inderdaad gecreëerd, maar ook veel beweging. Dus zoals we het willen hebben. En ook doordat je gewoon zo goed in balbezit bent de eerste helft, geef je gewoon helemaal niks weg, hè. Tegenstander had geen tijd, geen kans om maar diep te spelen. En dat is ook een kwaliteit. Dus ik vond dat we de eerste helft dat uitstekend gedaan hebben. Ik denk eerste helft, voldoende kansen gecreëerd. En dan laat je zelf een beetje liggen hier. Komen zij uiteindelijk één keer goed uit met flink wat geluk. Ook de enige keer, dan krijg je meteen voor de kiezen. Kom je dan wel goed terug via Arie. Goede actie en goal. Ja, dat is gewoon zonde. Nou, ik vond het grootste verschil was dat Roda wat meer ging drukken. Die gingen wat meer vooruit drukken. En daardoor hadden wij eigenlijk wat rustiger onder de druk uit moeten spelen. En dat lukt ons niet. Dus Roda ging drukken, wij gingen drukken. En daardoor werd het veld eigenlijk heel lang. En daardoor vond ik dat Roda ook een aantal keren, vooral vanuit balverovering, iets effectiever was om eigenlijk die grote afstanden te overbruggen. Om dat beter uit te spelen. Daardoor kregen we meer kansen. Hoe ging het met jezelf vandaag? Ja, eerste helft vond ik een goede eerste helft. Tweede helft, ja, simpelweg gewoon te vaak balverlies. Moet ik gewoon naar werken. Ja, je speelt nu voor het eerst zeg maar in de hoofdmacht dit seizoen. Je bent 19 jaar, zei je net. En je hebt toch bijna een vaste plaats zo te zien, of niet? Ja, dat is ook hartstikke lekker. Daar ben ik ook erg blij mee. Dat ik die kans heb gekregen. Verder zijn er wel wat blessures. Maar gewoon vechten voor de plek. En moet zelf laten zien uiteindelijk. Je hebt ook de pech dat je een aantal blessures hebt. Hoe staat het met die blessures? Ja, op zich wel goed. Kijk, alleen Grades die sluit maandag weer aan. En even kijken naar Emmanuel, die traint al wat mee. En dat dus nog even kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Hoe lang dat nog duurt, dat kan ik nog niet zeggen. En Tim Letterboer? Tim, zoals het er nu voor staat, lijkt het wat mee te vallen. De vraag is wel even van hoe lang die uit de relatie is. Daar heb ik op dit moment nog geen antwoord op. Maar. Ben je klaar voor volgende week? Want er begint de competitie uit bij Harkema, gelijk een zware wedstrijd. Ben je daar klaar voor? Nou kijk, als jij Harkema heeft gewoon een goede ploeg. Die hebben wij twee keer laten bekijken en laten analyseren. En die hebben een goede ploeg, dus zijn gevaarlijk in balbezit ook. Maar wat ik net ook zei, van kijk, als je zelf het kunt opbrengen om de bal zo in de ploeg te houden, zoals de eerste helft. Ja, dan hoef je ook daar niet bang voor te zijn. Dan is het vervelend voor hun dat wij steeds de bal hebben. Maar uiteindelijk ben je er klaar voor. Je kunt ook zien volgende week als je maar één kans krijgt dat hij erin gaat. Zo kan het ook gaan. Dus ik vind qua veldspel zijn we zo goed als klaar voor de competitie. Dinsdagavond speelt Concordia Wild tegen Vroomshoopse Boys. Dus dan wordt ook bekend of Excelsior 31 door is naar de volgende bekerronde. Dinsdagavond speelt ook het tweede van Excelsior 31 tegen het eerste van Sportclub Rijssen. Bij ons op de Koerbelt om 8 uur begint het duel. Een samenvatting van dat duel is woensdag te zien hier op Excelsior 31 TV. Vanuit Raalte bedankt voor het kijken en een heel goed weekend toegewenst. Deze uitzending werd u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Rijssen.